Wij willen die water koken. Huh? 15. 15? 15. 1-5. 1-15. Oké. Dan moet je natuurlijk afdingen, hè. Dat vind ik zo vervelend. Oké. Okay. Oké, die wordt het. Happy. Mooi. En onze eerste koop is gedaan. Yeah. Op de markt. In Benidorm. Een waterkoker. Dat was in het hotel. Een fantastisch hotel. Maar in Europese hotels heb je niet altijd een waterkoker, zeg maar. En mijn Aziatische meisje, die wil natuurlijk thee drinken. Dus, Lynn, ja. Happy? Happy. Happy? Een waterkoker in de pocket. Kijk dan, dat mag ook gewoon nog hier, hè? Mag ik filmen of moet ik dan gelijk... Hallo. Oh, holy fuck. Hey Lynn, ze hebben die fluitjes. De Peru fluit. De Peru fluit. Doe dat vu. Hey beste mensen, goedemorgen. We zijn hier op de markt. Eerste dag van de Benidorm Bastards. Aflevering nummer 2 alweer. En Richard, onze reisleider, Richard Prins. Kijk, die heb hier vanochtend uitgelegd aan de groep wat we de hele week gaan doen. Ik heb notities gemaakt. Maar ik ga het even aan je laten zien. Dus het hele programma. Echt super gevuld, echt super leuk. Wat we gaan doen. We zijn hier met een groep met 28 man. En iedereen, zeg maar, heeft behoefte aan een bepaalde zorg. Je hebt mensen met een lichte vorm van autisme, dementie, fysieke, mentale handicap. Iedereen heeft, zeg maar, zorg nodig. Dus de groep van 28 man, er zijn ook allemaal mensen bij voor verpleging. En ik heb mijn eigen verpleging, kijk. Daar loopt ze. Mijn verpleging is alweer dingen aan het kopen daar, zie je dat? Ik heb net de mensen uit de groep ook ontmoet, omdat wij zijn zelf gekomen met het vliegtuig en andere mensen zijn met de bus gekomen. Dus we hadden elkaar nog niet gezien. De groep is 28 groot en we zijn vrij om zelf dingen te doen, maar je kan ook mee met de excursies. En ik heb ook Ravi's ontmoet. Ravi's jongen, hey cool. En waarschijnlijk ziet hij deze video. En die speelt gitaar en ik zeg tegen hem, kerel, geef me jouw handtekening. Want over een paar jongen, dan ben jij miljoenen artiest, toch? Dus ik heb de handtekening gekregen. Dat wordt over een tijdje goud waard. Het is gewoon hier al mooi om te staan hier op de markt en te kijken wat voor soort mensen hier lopen. Kijk, dat zijn dan weer typische Engelsen daar, weet je. Het is echt... Benidorm is een soort Las Vegas van Europa, lijkt het wel. Echt hele rare mengelingen van dronken Engelsen en bejaarden en mooi weer en twee gekke Aziaten. God, mijn verpleging doet er wel lang over, zeg. Jezus. Kijk dan, zo'n berg. Ja, lekker. Holy shit. Ja? Ja, ik heb gecommuniceerd in het Chinees. In het Spaans. 215. Good. Yes, yes. My Chino amigo has the monies. Gracias. De vrouw heeft het geld, hè? Ja. Ja. Is het 250? 250, ja. Ah, gracias. Yeah. Yeah, give me one. Wow, mooie kleur. Well. Zo, dat is lekker, man. Ja. Ik krijg nou wat. De fu. Is de original, hè? Van Peru. Ik weet het nog. Ik hoef helemaal niet naar Peru. Je hebt ze hier ook. Ik heb je nog helemaal niet bedankt, jongen. Ja, proost. Hè? Proost op het mooie leven. Mooi in leven. Benidorm. Oh, een ijsleg. Kijk, ze zetten. Wat zitten ze te lachen? Ja, ijsleg. Fuck. Oké. Nee. Neem jij me over. Zo lullig eigenlijk. Dankjewel. Kijk, ze eten een ijsje. Lekker eens uit. Ja. Eet smakelijk, hè? Dankjewel, hè. Ja. Kijk daar, jongens. Wat een drukte. Het is ongelooflijk. En daar achter is het oude centrum. Ons hotel zit hier ergens. En het is niet eens zomer, hè? Het is niet eens zomer. Het is fucking mei. Nou, zo druk al. We zijn dus hier in Benidorm dankzij Richard hier natuurlijk. Maar voor ons zijn we ook aan het kijken van
Is dit wat om te overwinteren? En wat doet het met mijn eigen gezondheid? Richard zei, Purs, ga lekker gewoon snuffelen. Maar ja, die ruikt best lekker. Kijk, strandje. Kan je hier verblijven, Lynn, denk je, in de winter? Ja, ja, zeker. Ja, Richard kent weer tourguides hier uit Spanje, uit deze buurt. Daar gaan we binnenkort even mee babbelen om te kijken wat het kost om te huren. Weet je, we hebben geen oneindig budget. Ik kan mijn huis in Nederland ook niet van de hand doen. Want als ik ziek word hier in Benidorm of in Spanje, waarver ik ben, dan moet ik gelijk weer terugvliegen naar mijn woning. En als dan iemand erin zit, is dat super onhandig. Dus heb ik al dubbele huur. Snap je, allemaal dat soort dingetjes. Wat zijn de mogelijkheden? Maar voor nu, ja, het is wel echt lekker hier. We hebben het ook over gehad, hè, in de vorige video. Met de campers, weet je nog? Smell the leather. Dat zijn we nu eigenlijk een beetje aan het doen. Kijk, ik denk dat deze meneer een scheet heeft gelaten. Iedereen is om hem heen weggegaan. Ja. Ik heb geen idee waar we zijn. Even aan Richard vragen. Richard? Ja. Van Zorg Tours. Van Zorg Tours. Jij moest goed voor mij zorgen, hè? Zeker, doe ik. Jij bent nu mijn papa. Ja. We gaan heen. Ja, er kan niks gebeuren. En als er wel wat gebeurt, dan gaan we naar ziekenhuizen. Waar is dat dan? Overal zat, in het ziekenhuis. En dan zit ik in een luxe hotel, Don Pancho. Ja, dat is het beste hotel ever, toch? Ja, Don Pancho. Zeg jij? Ja. Don Pancho. We waren net ergens en er was zorg... Wat zei je nou? Wat? Zorgbedrijf, hoe heette die nou? Die we daar tegenkwamen? Thuiszorg Floor of zo zagen we. Thuiszorg Floor zit ook gewoon hier. Ja. Dat is echt zo over Nederlands. Dus als je... Voor de zorg zit ik hier best wel goed. Met mijn beademing. Oh, fuck. Oké. Alsnog bijna dood. Doet hij het goed, Lynn? De waterkoker? Hartstikke goed. Ja? €15 is geen geld, hè? Ja. Goed bezig, jongens. Lekker. Nu gaan wij thee stelen. Thee stelen? Van de lunchtime. Bij het restaurant. Kom, we gaan naar het restaurant, Lynn. Kom. We gaan thee stelen. Ja. Hey. Chino, amigo. We moeten de thee in de thee zoeken. Thee, voor de kamer, toch? Si, thee. Hè? Waar dan? Hierin. Hey. Chino, dan ben jij. Chino, amigo. Huh? Oh, misschien moeten we daar kijken. Ik denk dat ze erover nagedacht hebben. Ik denk dat wij niet... Hè? Huh? Ja, die Hollanders, die stelen altijd onze thee. Dat moet anders. We moeten toch kopen, denk ik. Nou, laat ik maar even zien wat we kunnen eten hier. Toetjes natuurlijk. Holy shit! Dun, dun, dun. Wow. Dat zit er hoor. E-readertje. We hebben thee gevonden. We hebben van Richard gekregen. Had voor de deur gezet. Kijk hier fotootje. We werden wakker uit onze powernap. Toen kregen we een theetje. Ik lees momenteel trouwens het boek. Fictie. Ik ben fictie aan het lezen. Van Haruki Murakami. Het boek 1Q84. En dat was van Writing Suus op het YouTube kanaal. Die zei, Purs, over dat videootje van over die boeken. Het is ook goed om fictie te lezen. En dat is helemaal waar. Daar ben ik het helemaal mee eens. Heel relaxed om te doen. Dus dankjewel, Suus. Ik ga even lekker lezen. Hé, hey, Ravies, kijk eens. Ik heb je handtekening erin geplakt, hoor, in mijn dagboek. Hier. 20 mei. En over 10 jaar, jongen, dan speel jij gitaar als de gekke, als het beste. Maar dan heb ik je handtekening. Mooi, hè? Goed je best, jongen. Blijf gitaar spelen. Super. Wauw. Wie is dat? Dat ben ik. Die in de journal schuift. Ga je nog kleuren of niet? Ja. En dan gaan we een strandwandeling maken. Ja. Jezus, wat is het leven toch? Die Engelsen weten wel. Oké, ja. Anders worden mijn video's geblokt op YouTube. Oké, genoeg. Jezus, kijk dan. Die Engelsen weten wel hoe ze moeten feesten, hoor. Niet helemaal mijn ding, maar... wij gaan namelijk met z'n tweetjes een strandwandeling maken. En wij willen daar, naar die pier, daar willen we heen lopen. We willen daar dus heen lopen. Maar voor mij is het natuurlijk wel belangrijk om een beetje te weten hoe ver dat is qua kilometers hemelsbreed. Ik heb daar een hele mooie app voor. Wacht, ga ik laten zien, hè? Moet je kijken. Kijk, deze app hieronder, links onderin, Pocket Earth. Let op, hè? Dat is een offline mappenprogramma. En die heeft alle, kijk, als je helemaal inzoomt, die heeft ook allemaal wandelpaden en zo. Echt een supercoole app. Het is geen promotie trouwens, hè? Wij staan nu, even kijken, hier aan het strand. En als je met twee vingers
zo klikt. Let op, hè. Kijk, let op. Kijk, zo. Kijk, dan maak je twee lijntjes. Dan kan je zeggen, die groene, we zijn nu hier. En die rode, dat is daar waar we heen willen. En dan zie je helemaal bovenaan, zie je dat hier op mijn telefoon? Measurement line, 1,4 kilometer. Nou, dat red ik wel. Zover kan ik wel lopen. Dus ook nog weer terug. Totaal 3 kilometer. Nou, dat moet te doen zijn. Ja? Nou, ik zie je daar, ja? Tot zo, hè? Kijk, kijk, kijk dan. Super vet. Vrouwtje net gewinkeld. Mannetje wachten daar. Zo, nu gaan ze weer. Gasten, we hebben dit gered. We zijn halverwege. En ik heb last van mijn maag. We hebben natuurlijk all you can eat. En ik heb weer te veel gegeten. Dus we gaan zo maar weer op terugkeer. Kan ik deze video editen, die je net gezien hebt. Dan kunnen wij een lekker slaapje doen. Morgen gaan we naar wijnproeverij. Oh. Wijn drinken met Percy en Iris. Nee. Wij drinken geen alcohol, maar we gaan toch kijken. Ja. En toch proberen. Ja. Beste mensen, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te... Abonneren. Nee. Voor Chino de Amigo en Hollandia de Amigo. En ik zie je in de volgende video. Cheers. Cheers. Oh. Ik heb een land gezien aan de andere kant van de oceaan. En we zullen daarheen gaan met de boot. Dan gaan we ze beroven. En dan gaan we daar wonen.